kleurtjes. Heb je hem al aan? Oh, ik moet ook huilen als jij moet huilen. Nee, wacht even, wacht even. Oh, oké. Okay. Fuck! Oké, Jur, kom erbij, kom, we moeten dit samen doen, kom. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Spuit en Slikken. Ja, ik denk dat we alle twee nooit hadden gedacht dat we op een gegeven moment op dit punt zouden komen. Maar dat we er nu gewoon toch wel zitten. Ja. En dat is denk ik gewoon heel raar, omdat het er dan ineens is. Ik kan het niet. Jawel, je doet het goed. Kom op. Ik weet niet. Ik denk dat het gewoon goed is om te weten dat we... het echt hebben geprobeerd. En dat het ook gewoon belangrijk is dat het op een gegeven moment dus... gewoon stopt. Of nou ja, stop. We blijven wel vrienden. Kom eens. Wacht, heel even stop. Heel even stop, heel even stop. Waarom is het toch altijd zo moeilijk? Na 7 fantastische jaren... hebben wij besloten dat het beter is... dat wij voor nu verder gaan... als vrienden. En niet meer als collega's. Ja. We stoppen bij spuiten en slikken. Ja. Het wordt zo definitief als je het zegt. We stoppen bij spuiten en slikken. Het is niet dat we ruzie hebben. Het is niet dat we gaan scheiden. Ik ben niet de vader van haar kind. Maar het moet wel gewoon hier stoppen nu bij spuiten en slikken. Nou, het drugsgebruik liep echt uit de hand. Nou, het werd ook wel pittig. Het werd soms ook wel grimmig. Ja, en ja. Ik denk dat we alle twee heel leuk zijn begonnen toen die keer met ecstasy. Hier in de binnentuin. Toen jij me wilde zoenen. Toen ik jou wilde zoenen. Toen alles nog mooi was. Ja, dat was wel een mooie dag. Ja, dat was een hele mooie dag. Oh, daar ga je, Em. Zo'n klein dingetje altijd. Nou, ik vond hem best wel groot in mijn keel. Ik moest even kokhalzen. Het begint nu al. Toen we samen voor het eerst ecstasy deden, werden denk ik onze verschillen het meest duidelijk. Ja. Ja, dat was eigenlijk een soort van de eerste keer dat we echt zo dachten van wow. Wow. We zijn wel echt andere mensen. Ik vind het gewoon heel chill om te liggen. Ja. Ja. Terwijl, want ik had juist, nou ja, eigenlijk een beetje wat je met ecstasy kan hebben. Dus dat je gewoon ontzettend verliefd bent. Je voelt veel liefde. Ja. Ik wilde echt, ik had huidhonger. Ik wilde echt dicht bij Emma zijn. Er ruiken, er voelen. Ja, weet je wel, zo lief. Vind je het ook niet lekker als ik zo bij je zit? Nee. Nou, Emma. Ja, maar sorry. Ik kan er niks aan doen. Zullen we nu tong zoenen? Nee. En jij deed heel erg dit. Ja, ik vond en ik denk ook... Ik denk ook vanaf dat moment dat ik echt dacht, poeh, Emma, zo. Ja. Ja, en ik denk ook gewoon dat dat soort dingen gewoon vaak, dat ons dat nu een beetje opbreekt. Dat je gewoon, je zit best wel vaak zit je op zo'n punt van, vind ik dit over 10 jaar nog steeds wel leuk? Ja. En, noem eens een voorbeeld. Nou, die Keta-koprol was ook live in de studio. En toen was er met een livestream en... Mensen konden live zeggen wat ik ging doen aan de ketaan. En ik voelde me echt een speelpop. Oh, was je ook wel een beetje, inderdaad. Was ik ook. Ja. En toen kwam die koppel. En die heeft mij echt achtervolgd. Nee, ik weet... ik weet niet hoe dat moet. Gast! Zet af met je handen en rol gewoon door. Kind op je borst. Zet af met je handen en rol door. Ja, maar dan kom ik toch op mijn kop terecht. Je achterkant van je hoofd moet op de tapijt. Kind op je borst, kind op je borst. Oké, jongens. Ja, ja, ja. Yes. Oh. Yes. Nou, dat voelde zo lekker. Maar het was wel een legendarische koprol. Het was ook wel een chille koprol. En ik zat ook echt lekker aan de ket. Alleen, het was gewoon dan op die plek en zo. 7 jaar, zo. Echt zo lang. Zo fucking lang. Is echt... Als je gewoon niet aan helemaal kapot gaat. Ja, dan hang je daar weer in de haken. Ja. Jurre, hoe gaat het? Ja, ik denk dat we er klaar voor zijn. Ik lig goed. Ik ben stabiel. Ik ga denk ik wel
beetje de bank vasthouden. Oh. Kijk, jongens, daar gaan we. Oh. Wow. Oh. Sta je daar weer op een of ander fucking grimmig seksfeest in een dungeon. Word je weer geslagen. Oh, Jezus. Eigenlijk heb ik alles voor het eerst gedaan bij spuiten en slikken. Ja. Ik had nog nooit truffels gedaan. Guess what? Spuiten en slikken bracht me truffels. 2CB, idem dito. Cocaïne, nee, cocaïne niet. Nee. Even kijken wat nog meer. Speed? Oh, nee, speed, oh, nee. Oké, okay, het zijn eigenlijk twee dingen die ik voor het eerst heb gedaan. Spuiten en slikken. Maar het was wel altijd interessant. Piet zit erin. En nu gaan we kijken of we sneller zijn. Maar is er iets wat je bijvoorbeeld niet meer zou doen, wat je de afgelopen 7 jaar wel hebt gedaan? Cursuspijpen. Deepthroaten, moest ik daar uitleg over geven hoe je moest deepthroaten. Dat kan ik helemaal niet. Stond ik daar te fucking kokken als een kut. Bij deepthroaten stop je de penis zo ver mogelijk in je mond. Maar iemand moet toch voordoen hoe het moet? Ja, nee, ik weet dat. En daarom ben ik heel dankbaar. Jullie mogen dankbaar zijn dat ik dat heb gedaan. Maar ik zou dat nu niet nog een keer doen, nee. Ach, alsof jij nog een keer met een luier op een bank zou liggen daar. Nou, ik vind echt dat je super lekker zacht zit. Ja, toch? Ja, gaan we eens in de spiegel kijken. Dit zou ik nooit meer doen. Fucking ongesteld door Amersfoort lopen. Och, wat was dat erg. Volgens mij lijkt dit wel op een doorleksituatie. Ja? Oh, echt? Wat aardig dat je dat zegt. Wat lief. Nee, maar jij houdt niet van public shaming. Nee, daar hou ik niet van. Nee, dat vond ik echt kut. Dus dat was kut, maar ik heb ook een soort van hand-in-hand challenge gedaan, waarbij ik met jongens over straat ging lopen. En toen werden we echt alleen maar uitgescholden. Dat was echt de hel. Zo. Kijk, dit moet dus heel hard om ons lachen. Het was ook nog eens in Utrecht. Het was ook in fucking Utrecht. Ja. En dat heeft echt scars op mijn hart gewoon gegeven. Ja. Maar ja, we hebben wel daarmee laten zien hoe lelijk de wereld is. Ik vind Jurre oprecht een van de grappigste mensen die ik ken. Jij gaat mij nu gewoon even ruiken. Ik heb alles al een keer van je gezien, gevoeld, geroken, alles. Echt alles. Maar jij gaat mij nu voor de laatste keer gewoon even goed ruiken. Ja, dat is prima, weet je. Nee! Maar dat is natuurlijk wel bijzonder aan spuiten slikken. Dat je gewoon heel snel op een heel persoonlijk punt komt. Omdat je gewoon best wel in hele lijpe situaties zit de hele tijd. Klopt. En dus je zit in een soort van stroomversnelling van elkaar leren kennen. Omdat je gewoon... Drie dagen ga je gewoon diep. We hebben ook echt veel presentatoren overleefd. We hebben zo echt veel gehad. Ik begon met Tim, Gwen, Nathan en ik. En toen kwamen Nelly en Bastiaan en Nee, Rens. Toen kwam ik. Ja, jij. Maar die drie kwamen toen ook. Ja. En, och, echt zoveel mensen. We begonnen natuurlijk al op tv. En mensen, elke keer als we het over hebben, spuiten slikken, zeggen mensen... Oh, bestaat het nog? Ja. En zeggen wij, ja, het is nu alleen online. Daar waar de mensen wel kijken. Maar zo begonnen we natuurlijk op tv. En dat heeft ons wel echt veel intens laten samenwerken. Ook omdat jullie denken misschien dat wij poppetjes voor de camera zijn. Dat zijn we ook. Maar er is meer. Wij denken ook mee. Toen zaten we nog op de redactie. Zat op de redactie. Type. Poep. Allemaal gesprekken en zo. Over poep. En over seks. Ja. En over poepseks. Dat item is er nooit van gekomen. Dat is misschien nog wel iets. Nee, Jurre? Nee, niet daar. Ja, maar dat gewoon als er iemand iets over poep gaat maken, dan ben ik het. Dat is heel belangrijk om te weten. Oké, maar Jurre die wil dit echt al, nou, denk wel 6 jaar, 7 jaar misschien. Echt ja, dus elke vergadering weer kwam die weer poepseks. To be continued. En dat is niet omdat ik daar zelf van hou. Nog niet. Maar... Want dat gaat komen. It's a vibe.
Oké. We stoppen niet in de media. We blijven verder gaan met dingen maken. Alleen, ja, niet samen bij Spuiten en Slikken. En dat is een bittere pil. Ja. Spuiten en Slikken is altijd een plek geweest van verjonging, vernieuwing. Ja. Weet je, elke keer worden weer nieuwe mensen 16. En dus hebben we ook hele leuke nieuwe presentatoren die het stokje van ons overnemen. Zoals wij ook ooit het stokje hebben overgenomen van de dino's. Ja, en we snappen dat het ontzettend kut is voor jullie. Fucking kut. Maar geef ze een kans. Echt, dat vragen we aan jullie. Geef ze alsjeblieft een kans. Ja. Dat is zo belangrijk. Ze zijn misschien een beetje aanstootgevend of weet je wel. Dat je denkt, oeh. Maar het is echt belangrijk dat je ze een kans geeft. En ja, die, weet je, die kans die hebben wij aan het begin ook gekregen. Ja. Ja, ik denk dat we alles hebben gezegd. Ik denk dat het gewoon duidelijk is. Het belangrijkste vind ik dat jullie weten dat wij niet om jullie weggaan. Nee. Het ligt niet aan jullie. We love you. We love you. Weet je wel, jullie hebben ons door alle donkere momenten heen gesleept. En gewoon, weet je, jullie waren daar gewoon elke fucking dag van de week gewoon aan het kijken en zo. En weet je nog wat bijvoorbeeld het ergste is wat ooit een comment op jou is geweest? Misschien ook leuk om dat soms terug te koppelen. Gewoon vies scheidwijven is gewoon niet zo irritant of zo. Ja, ik had ook soms over het kankerhomen of zo. En dat, weet je, dat is gewoon. Ja, dat ga ik ook wel missen. Ja, ik ga het ook wel missen. Ja. We gaan hem afsluiten. Voor de laatste keer! Voor de laatste keer. Oké, okay, god, dat is even raar hoor. Voor de laatste keer. Voor de laatste like keer. En subscribe! Ah. Zo gek! Ah. Mamies! Ja! Nee, niet nu! Oh, Jezus! Oké, okay, thanks voor het kijken. Mwah. Love you! Ah. Gek is dit.